De markt in Nikeri is weer volledig opengesteld voor het publiek. Om de economie niet te verstoren, is de markt in Nikeri weer helemaal opengesteld. Vanwege de coronacrisis was de markt een tijd gesloten en daarna deels opengesteld. Marktmeester Noor Kodebak zegt dat er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om het publiek zoveel mogelijk te beschermen. Zo komen bezoekers via eenrichtingspaden in de markt en gaan via een andere weg eruit. Daarnaast is de bezettingsgraad van de standhouders gelimiteerd. En aan de andere kant, bij alle ingangen, is elke dag vanaf 7:30 tot 12:30, want dat zijn de piekperiodes, dat iedereen die binnenkomt, die dan een handsanitizer krijgt. Dus die wordt gesanitized en dan mag je naar binnen. En natuurlijk mondkap verplicht. Aan de afstanden houden, dat is wel een beetje moeilijk. Je weet, de mens is van nature een sociaal wezen. Dus ze proberen ook zo dicht bij op elkaar te. Vooral als er hele families uit de stad komen, dan willen ze bij elkaar hokken. En dat is dan wel een probleem om ze toch die afstanden in acht te laten nemen. U merkt ook hier, vandaag is zondagmarkt, gaat u ook merken dat de mensen toch wel behoorlijk dicht op elkaar zijn. Alhoewel, ze worden voorgehouden dat ze die afstanden moeten bewaren. Maar in elk geval, over de hele periode dat we bezig zijn, lukt wel aardig om die protocollen in de acht te laten nemen. Kodebak zegt dat de bezoekers niet lang blijven hangen op de markt. Voor de coronacrisis gebeurde dat wel. De markt van Nikeri is normaal open. Dat is van maandag tot en met zaterdag. Elke dag vanaf 6:00 's morgens tot 2:00 in de middag. En de zondagmarkt is een aparte afdeling. Hoeveel standhouders zijn hier? Nou, normaal gesproken hebben we bijna 550, houden we dat ten goede. Standhouders, vergunninghouders. Maar je hebt dagelijks een bezettingsgraad van tegen de 60-70%. Want niet iedereen komt elke dag om te verkopen. Want je weet, de Nikeriaan is ook bewuster geworden. Men komt slecht naar de markt, slechts als het nodig is om hun groente in te slaan of hun vis in te slaan. Men blijft niet lang hangen, men koopt en men gaat weg. Marktmeester Noor Kodebaks van de markt in Nikeri. De markt is weer normaal open voor het publiek.